Het is hoog tijd voor onze gast van vandaag. We hebben hem al met heel veel tamtam aangekondigd. Het is Pieter Schrevens. Is het? Dat is een YouTube-fenomeen. Hij gaat aan de slag met zowel muziek als beelden. En die loopt hij dan om dan andere nummers bijvoorbeeld na te spelen of om eigen creaties tot leven te wekken. Alleszins, hij zit hier en zal er alles over vertellen nu. De Pieter! Hallo! Pieter, je zit in je tweede jaar universiteit economie studeren. Ja, de meeste gasten van jouw leeftijd die zitten dan graag tot 's ochtends vroeg op café. Die gaan feesten, een pinten pakken. Heb je daar tijd voor met al die muzikale bezigheden van jou? Zeker, zeker. Allee, het is niet echt zo dat ik daar... Dat is eigenlijk vooral als hobby, dus tussendoor, is dat ik daar veel mee bezig ben. Maar dat wil niet zeggen dat ik in de week niet tijd heb om eens een keer een pintje te kunnen gaan drinken. En heb je dan tijd om te studeren nog daarnaast? Ja, dat is dus vanaf nu eigenlijk... Dat niet. Het is eigenlijk nu net, de blok is nu net begonnen. Dus ik zou nu normaal eigenlijk achter mijn boeken moeten zitten op dit moment. Maar ik heb, Dit is veel leuker, hè? Dit is leuker, ja. Voilà, dat zal wel zijn. Zeg, goed voorbeeld vooral. Ga gewoon muziek maken en kom eens langs bij Jim. Ja. De boeken die wachten wel. Dat is Maar je speelt ook in een band, Ladies Disgrace, heet die. Kan je daar wat meer over vertellen? Want heel veel mensen zullen dat nog niet kennen misschien. Ja, dat is eigenlijk een bandje dat ik ben begonnen zo'n 2 jaar, 3 jaar geleden met vrienden van bij mij op school. Die zaten allemaal bij mij in de klas. En we zijn gewoon begonnen in lokale jeugdhuizen van die goede harde rockmuziek te spelen. Covers eerst en dan op de duur zijn we zo eigen nummers beginnen maken. En welk genre is dat dan? Rock, zeg je? Wat? Ja, het is vooral zo in stijl van Franz Ferdinand is een groot voorbeeld. Toch wel Queens of the Stone Age van die goede harde stoner ook. Stoner. Ja. Harde stoners. Ja, dat is toffe muziek om te spelen. Dus, Maar je bent hier vandaag eigenlijk omdat je ook alleen muziek maakt. Ja. Het is te zeggen, alleen. Je doet het alleen, maar het lijkt of er wel 10 man aan het spelen is. Ja. Leg iets uit, het heet looping. Ja. Maar wat is looping eigenlijk? Looping is eigenlijk wanneer dat je een fragmentje gaat herhalen. Zodat als je er eigenlijk meerdere opneemt, dat die eigenlijk gaan opstapelen totdat je eigenlijk een heel liedje hebt. Dus, dan moet je dat op voorhand al doen, dat opnemen? Nee, eigenlijk bij looping, je kunt dat dus eigenlijk ook live doen. Dus door live te spelen en dan op het live op dat moment eigenlijk al de stukjes dat je net hebt ingespeeld direct herhalen. Zodat er eigenlijk een loop wordt en een herhaling van... Dus en dat ga je straks ook doen, hè? Ja, ik ga proberen. Ga je live ook nog even zien of ik het goed begrijp. Je doet bijvoorbeeld 1 stukje, weet ik veel, een klein melodietje van te. En dan is dat opgenomen en dan blijft dat herhalen. Dan blijft dat herhalen. En dan kan je iets anders opnemen, bijvoorbeeld la 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 met de zang. En dan is dat te en die la 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 samen. Er bovenop, ja. Beetje toevoegen en zo van die dingen. Ja. Misschien moeten we eens gaan kijken naar een fragmentje van jou. Dat is goed. Misschien... Heel straf, heel straf. Dat is de sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Maar dan door Pieter helemaal gemaakt met loopings. Speciaal. Zie je daar plots 7 Pieters naast en boven elkaar? Je ziet allemaal wat ze afzonderlijk doen eigenlijk en dat komt dan allemaal samen in 1 geheel, hè? Ja. Oh, dat... Hoeveel keer, want de linksboven, die track, dat was eigenlijk de totaaltrack dan? Zie je al gewoon bijna die helemaal... linksboven, dat is eigenlijk gewoon echt het beeld dat live is opgenomen. Uh-huh. En de andere, dat zijn eigenlijk de stukjes die ik van dat beeld heb uitgeknipt en geloopt heb. Ja. En hoeveel keer heb je dat dan zo moeten doen om ze die ene volledige track te hebben? Of wat? Om die ene volledige, ik heb het 3 keer heb ik het gedaan en de 3de keer was het de goede. 3 keer maar? 3 keer was het de goede take, ja. Want als een gitaar op gitaar weg, ukulele erbij. Maar ik had het daarvoor goed uitgepluist hoe ik het ging doen en dan had ik het 3 keer. En blijkbaar, de 3de take was toch de beste take. Dus, En je hebt dan nog die koptelefoon op? Ja.
En waarom is dat dan? Dat is gewoon voor ik heb dus eigenlijk op voorhand al dat nummertje ingespeeld. En dan kan ik dat via mijn laptop heb ik dat dan gewoon in mijn koptelefoon, zodat ik kan luisteren naar het ritme en zo. Ja. Ja, dus, dat is. Looping is eigenlijk bij ons vrij onbekend. Hè? Ja. Hoe heb jij het ontdekt? Ik zit eigenlijk al redelijk lang op YouTube. Dat is zo iets wat ik mij al sinds ik 12 of 13 mee bezig had gehouden. En daar is een bepaalde Braziliaanse YouTuber en die noemt Mystery Guitarman. En, heb ik al gezien. Ja, voilà. Heel straffe dingen. Dat is een hele straffe regisseur. En die speelt zo graag met filmpjes. En hij is zo zelf eigenlijk begonnen met van die looping video's te maken. En stop motion, allemaal van die creatieve filmpjes. Gewoon. Ja. Om het aan te leren ook eigenlijk? Nee, het was vooral als amusement. Gewoon om mensen te tonen van hier, tof filmpje. Maar bij hem was eigenlijk wel de focus op het filmpje. En ik probeerde nu iets meer de focus te leggen op de muziek. Dus niet echt zo. Uh-huh. Het is leuk dat het in een tof filmpje is gegoten, maar het is vooral de muziek, vind ik. En bij hem is het. Schone living trouwens. Ja, dank u. Met mij zal content zijn. Op de chat komt ook binnen. Die Pieter is zalig, stond er daarnet nog. Kijk eens. Wow, die Pieter is zalig. Dus heb je zo heel veel fans al die aan jou komen vragen van hoe doe je dat? Ik wil vooral toen dat ik drie, vier weken geleden terug op Studio Brussel was geweest met dat liedje, dan waren er wel heel veel mensen dat daarna kwamen zeggen van jij mocht van mij pintje nemen of zo, van die dingen wel. Dat gebeurt altijd wel, goed. Dat is leuk, hè. Dat is altijd goed, zal zijn. Je geeft natuurlijk ook gitaarles, maar je bespeelt ook zelf heel erg veel instrumenten, hè, om die looping te kunnen doen. Hoeveel speel je er? Ik speel eigenlijk vooral piano. Dat is zo mijn eerste en meest voornaamste instrument. Maar ik speel daarnaast, gitaar speel ik nu, omdat ik in een band speel, moet je dat zo wel iets hebben. Piano is zo wat moeilijk om te bewegen, gitaar is wat meer bewegingsvrijheid. En ik speel ook een beetje drum en een beetje bas, maar dat is zo. Okay. Maar je geeft gitaarles, toch? Ja. Min of meer. En geef je ook loopingles? Nee, dat heb ik nog nooit. Allee, het is eigenlijk omdat ik er zelf nog een beetje mee bezig ben om het te leren kennen. Maar ik denk als ik mij daar zelf van meer in kan ontplooien of gewoon nog maar meer filmpjes kan posten en als mensen geïnteresseerd zijn om te weten hoe dat in elkaar zit, dan is dat wel mogelijk. Er is een markt voor. Stromae heeft het ook al gedaan met zijn superhit daar, Allons en Danse, ook gaan uitleggen hoe hij dat gemaakt had. Ja, dat overal. Ook heel straf, inderdaad. Ja. Zeg, gaan we nog eens naar een ander straffilmpje kijken? Ja. En dan kan jij ondertussen klaarmaken om hier om live looping even te loopen. Eigenlijk, hè? Ja. Met zo'n loopstation, dat is dan met pedaaltjes. Is dat jouw machientje? Nee, ik heb dat geleend van mezelf. Van uw collega. Van mijn zus eigenlijk. Dank je wel, Kimberly. Dus je weet niet hoe dat marcheert? Nee, dat ik heb het eigenlijk nog nooit gebruikt. Okay. Daarnet uitgepluist, maar dat komt volledig goed. Het is live, dat is leuk, dat is spannend. Daar gaan we voor. Bruno Mars is dit met The Lazy Song. Ja, heel speciale dingen hier bij FUS. Mensen die dus live gewoon een heel orkest voortbrengen. Of met andere woorden, de Pieter Schrevens, onze YouTube-hit. En wat fijn om die sympathieke smoel op tv te zien. Komt er op de chat binnen van de Gerre. Dat is een maat van u? Of ja, ik ken hem. De Gerre. Ja, maar nog andere mensen die zeggen, ik vind deze echt fucking zalig. En wat is jouw naam op YouTube nu weer? Ja, heb je eigenlijk een looping artiestennaam? Nee, eigenlijk niet. Maar op YouTube heet ik gewoon Music Freak. En dan 1991, geboortejaar. Geboortejaar. Ja. Dus ben je 21? Nee, ik word dit jaar 20. Jij wordt dit jaar 20? Oh, man. Ja. Sean, jij kan heel goed zijn. Ja, echt waar. Maandag. Ik zeg het altijd maandag. Allemaal op dat het nog maandag is. Alleszins nog een heel jong talent. En jij gaat nu live even laten zien hoe je zoiets kan lopen. Ik ga het proberen. Even uitleggen misschien, want je hebt het even getest. Ik kan alweer niet meer mee. Nu, maar ik zat echt te kijken, want ik snap er echt geen hol van. Dus misschien zo, je drukt op een knopje met je voet. Ja. En dan neemt dat op, hè? Dan neemt dat op. En van het moment dat ik dat knopje terug induw, dan stopt dat mij op te nemen en begint dat te herhalen. En dan speel je iets anders en dan neemt dat automatisch op. En dan neemt dat eigenlijk bovenop. Oké. Okay. Ja, zo het concept een beetje. Fantastisch. Let's go. Ik zal eens proberen. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt.
Ja, ze is praktisch, internagelactisch. Zo als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit eerder ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik Lusso in the sky met diamonds in mijn nek. Beest diamonds aan mijn nek. Lusso in the sky met diamonds aan mijn nek. Diamonds aan mijn nek. Diamonds aan mijn nek. Ja. Heel straf, en dat zonder dat je dit machine 5 minuten geleden nog ooit gebruikt had. Net zoals doorgaan, precies. Hey, maar echt heel cool. Dus ja, zeg, en kan je elk nummer dan zo ontleden? Of hoe begin je aan zo'n zo'n loop? Ja, eigenlijk moet je vooral een liedje zoeken dat is redelijk vaak herhaalt. Waar er veel herhaaldelijke elementen in zitten die dat je dan kunt simplificeren naar een kort stukje. En ik ben nu ook bezig, dat is nu toevallig, het liedje hiervoor, Bruno Mars met De Lazy Song. Dat is ook zo'n heel simpel liedje, want dat is zomaar de hele tijd dezelfde akkoorden dat dan komen. Ja. En ja, dat was eigenlijk mijn volgende project. Misschien even doen of zo? Ja. Of is het nog niet genoeg voorbereid? Nee, laat het gewoon voor de volgende keer of zo. Zet het op YouTube. Ja, en we tonen het hier gewoon bij ons, hè? Ja. Dat is Music Freak 1991. Ja, dat is jouw naam op YouTube. Dus iedereen daar gaan checken natuurlijk. Ja. Voor de Pieter dat gaan liken enzovoort. Ja. En dan gaat dat heel de wereld rond binnenkort. En dan kan je daarmee gaan optreden. Geen economie meer studeren. Ja. Maar wel veel pintjes drinken backstage. Ja, toch. En misschien dat kan je ook onze summer anthem. Is loopen. Onze summer anthem, Jim's summer anthem, die komt er nog aan. Dus joh, kijk dan. Ja, ik het zo. Maar, alle features hebben samen een nummer opgenomen dat Jean heeft geschreven. En ook met de clip en al erbij. En misschien kan je dat ook wel eens loopen en dan op YouTube smijten. Hè? It's a deal. Okay. Maat, enorm bedankt om tot hier te komen. Ik ga jullie wel een kus geven. Heel veel succes nog. Ja, heel veel succes en we kijken eruit naar de toekomst en zo met jou. Dus dank we kijken er naar uit. Yes. What are we gonna do now? We gaan straks nog heel veel tickets weggeven voor Fus School Zout in Bobbejaanland. Met name 2. En dan geven we ook meteen nieuwe namen weg voor wie daar allemaal komen die 29 juni. Dus je zal nog even moeten wachten. Tot na dit.